welkom bij Iedereen kan haken. We gaan deel 2 vandaag haken van deze gehaakte tas. Dit is erg fijn dun garen, maar je kan hem in iedere soort katoen kan je deze tas haken. Hij is echt goed gelukt. Het is heel makkelijk, want het is gewoon een granny. En ik doe de tas zo om. Ik zal even kijken of je het beter kan zien. Zo. Kijk, je kan hem gewoon omhangen, je kan hem ook schuin hangen. En als je een binnentasje erin wil, dan heb ik hier een gastendoekje voor gebruikt. En die heb ik gewoon dubbel gelegd en vastgestikt. Dus ik ga het zo allemaal uitleggen. Zo, dan zie je me weer. En eerst wil ik jullie even hartelijk bedanken voor het kijken. Iedereen kan haken, de duimpjes omhoog. Abonneren en we gaan nu aan deel 2 van deze leuke tas beginnen. Tot zo! Je hebt nodig om deze tas te maken een schaartje, centimeter, katoen. En het maakt niet uit welke dikte als je maar de bijbehorende haaknaald gebruikt, dus de dikte van het garen. Ik heb haaknaald nummer 2,5 gebruikt. Je hebt nog nodig een stopnaaldje om je draadjes weg te werken. 4 steekmarkeerders. En om de hengsels eraan te maken heb ik deze clipjes. Die kan je bij mij bestellen, maar je kan ze ook gewoon in een hobbyzaak kopen. Het patroon heb ik ook uitgeschreven. Dus wil je het patroontje bestellen, dan mail je naar Iedereen kan haken @hotmail.com. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan nu verder met de tas van de granny tas. En als het goed is heb je nu al het vierkant gehaakt. En gaan we in het midden van het vierkant, hier in het midden, maakt niet uit hoe groot je je tas wil hebben. Dit was 30 centimeter. In het midden gaan we nu minderen. Kijk, en je ziet hier al de eerste mindering. Hier is de eerste mindering. En ik zal het even proberen uit te tekenen. Je bent dus je granny begonnen met die, het midden. Stel, dit is je granny, ongeveer even een vierkant tekenen. En dan heb je hier iedere keer in de hoeken gemeerderd. En hier dus ook. En nu ga je meten wat de afstand hier tussen, dus dit is 30 centimeter. Dat was 12 inch. En dan ga je de helft meten, of je kijkt hier zo naar boven, dit punt, dit meet je. En ik had best wel dun garen, dus ik had hier geloof ik ongeveer 41 steken en aan deze kant ook 41 steken. Je kan ook je vierkant even dubbel leggen, maar het is dit punt wat je nodig hebt. En ja, dan meet je gewoon aan allebei de kanten 15 centimeter of 6 inch. En dit punt, daar zet je een steekmarkeerder in. En dan ga je minderen. En nu heb ik dus natuurlijk al verder gehaakt, maar ik laat het minderen. Zal ik nu uitleggen. En dan moet je nu nog even niet opletten. Ik heb nog een paar verschillende steken gemaakt omdat ik het leuk vond om er een werkje in te krijgen. Kijk, dan krijg je ook een heel leuk effect. Nou, we gaan nu dus minderen. En je gaat van het middenpunt waar je dus je steekmarkeerder ingezet hebt, ga je 4 steken
naar rechts tellen, 1, 2, 3, 4, dus ik moet hier nog één steek. En dan ga je van 2 steken 1 steek maken en dat doe je 2 keer. Dus je steekt in, ik zal even inzoomen. Dus je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2 en dan laat je deze 2 even op je haaknaald staan. En dan pak je die andere 2, of die andere steek, zeg maar de volgende steek. Je steekt in, omslaan door 2. En dan heb je 2 halve steken op je haaknaald en die haak je dan samen omslaan door 3. Dus nu heb je van 2 steken heb je 1 steek gemaakt. Dan gaan we naar de volgende 2 steken. Je gaat eerst die ene steek in. Je haalt je draad op, omslaan door 2 en de volgende steek insteken, draad ophalen, omslaan door 2. En dan heb je weer 3 lussen op je haaknaald, omslaan door 3. En dan heb je weer van 2 steken 1 steek gemaakt. Dan moet je natuurlijk het midden weer hebben, dus je pakt 2 lossen. Dan ga je weer die 1, 2, 3, 4 steken, maak je 2 steken van. Dus je steekt in de volgende steek, omslaan door 2. Je laat dit op je haaknaald staan, je pakt je volgende steek, want die ga je samen haken. Je haalt je draad op, omslaan door 2 en dan ga je van die 3 lussen maak je 1 steek, omslaan door 3. Dus dit is nu 1 steek geworden. Dan gaan we naar de volgende steek. Je haalt je draad op, omslaan door 2. Die laat je op je haaknaald staan. Je slaat om, je pakt je volgende steek, je haalt je draad op, omslaan door 2. Kijk, heb je hier 2 onafgemaakte steken, daar ga je 1 steek van maken, omslaan door 2. Dus je hebt van 4 steken heb je 2 steken gemaakt en aan deze kant ook. En je hebt natuurlijk hier die opening met 2 lossen gemaakt en dan krijg je die hele leuke openingen. Zie je? En dan haak je weer lekker je toer af en dan ga je hier weer het meerdere van de hoeken wat ik in deel 1 van de video heb uitgelegd. Dan haak je weer gewoon lekker je iedere steek een steek. En zoals je ziet heb ik er een paar leuke siersteek in gedaan en ik zal uitleggen wat ik gedaan heb. Ik heb eerst, toen ik ben gaan minderen in het midden dus van het vierkant, ben ik nog 1, 2, 3, 4 toeren doorgegaan met stokjes. En dan kan het even kijken of ik het goed kan laten zien. Daarna heb ik 2 rijen heb ik relief stokjes gemaakt, 2 keer aan de achterkant, dus 2 rijen relief stokjes achter en dan krijg je een hele leuke, zie je, hele mooie sierrand. En daarna heb ik weer 1, 2, 3 rijen stokjes gedaan, toen weer een rij, een stokje, een losse, een stokje en 1 stokje overgeslagen, dus dan krijg je ook die, ja, dat contrast met die leuke openingetjes en zo, zeker in de hoeken ziet dat er heel mooi uit, zie je? En dan weer 3 rijen stokjes, dan weer een rij met opening, 3 rijen stokjes en weer 2 rijen relief stokjes. Maar je kan je tas eigenlijk maken wat jij, hoe dat jij
die tas wel ja, eruit wil laten zien. Oh, hier is nou, nou ben ik, weet je wel, mijn mindering hier is er een beetje uitgegaan doordat ik het weer de haaknaald eruit heb gehaald. Dus ik zal het nog een keer. Hier zie je dat ik van de 2 steek 1 steek heb gemaakt. En ik ga gewoon even opnieuw beginnen. Je telt dus iedere keer terug 1, 2, 3, 4 steken. Je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door 2, je maakt hem niet af. De volgende steek je in, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 3. En de volgende doe je weer insteken, draad ophalen, omslaan door 2, insteken, draad ophalen, omslaan door 2. Je hebt 3 lus op je haaknaald, omslaan door 3 en 2 lossen. En dan ga je in die volgende rij, hoe die rij er ook uitziet, je pakt gewoon de eerste steek, je haalt hem door 2, je haalt hem op, je laat de draad op je haaknaald en je pakt de volgende steek, omslaan door 2, omslaan door 3. Dan ga je weer 2 steken samen breien, dus je pakt of haken, je pakt eerst de ene steek op, omslaan door 2, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 3. En dan is dit je mindering, dus aan het midden, even een papiertje nog erbij pakken, in het midden daar doe je minderen en dan zolang als dat ik in deel 1 van de video heb uitgelegd. En dan zie ik je zo weer terug, tot zo. Nu laat ik je nog even zien hoe ik deze ribbel erin gekregen heb. Deze ribbel zijn 2 rijen reliëfstokjes. Dus dit is even het voorbeeldje, want eigenlijk moet je na 3 rijen reliëfstokjes maken, maar ik doe het even voor. Je slaat om en dan ga je achter het stokje langs, dus aan je achterkant van je werk. Je duwt je stokje dan naar achteren. Je haalt je draad op en je maakt je stokje af, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, en doordat je dus je aan de achterkant je stokje naar achteren duwt, krijg je dus die steken heel mooi op de voorgrond liggen. Zie je dat dan die steken aan de voorkant komen, net als hier? Ik zal nog even proberen in te zoomen. Zie je, een hele mooie ribbel krijg je dan. En dat heb ik 2 toeren achter elkaar gedaan, dan weer 3 toeren stokjes, dan weer een stokje, een losse stokje en dan weer 3 toeren stokjes. Maar nu laat ik nog 1 keer relief stokje aan de achterkant zien, dus 1 keer omslaan. Je gaat achter je stokje langs, je duwt je stokje naar achteren, je slaat om, je haalt je gaar op, omslaan door 2, omslaan door 2. En dit is een relief stokje en dan krijg je een heel mooi ribbeltje. En dan zie ik je dadelijk weer terug, tot zo. Je kunt ervoor kiezen om een binnentasje te maken. Ik heb een gastendoekje van de Zeeman gekocht en daar zit dus een lusje aan en ik gebruik dus de stippen waar je dus in kijkt en ik heb het gastendoekje gewoon dubbel gelegd en ik ga aan de onderkant meten in het, vanuit het midden. Kijk hier 15 centimeter en 15 centimeter, dan heb ik hier dus 30 centimeter. En als je dus het gastendoekje dubbel legt en je meet de bovenkant van je tas, dan ga je naar die
30 centimeter toe naaien. Dus je zet er nog wat spelden in en dan meet je even op hoe breed jouw tas is en aan de onderkant dat je hier bij die vanuit het midden, dus stel dat dit het midden is, dan meet je hier vandaan 15 centimeter. Dan kan ik wel eventjes nu meten. Dus vanuit het midden meet je 15 centimeter. Je zet een speld. En je meet weer 15 centimeter. Dan meet je jouw bovenkant van de tas. Dus als dit jouw bovenkant is, dan ga je naar die onderkant stikken waar die spelden staan. Dus je pakt gewoon een lijn hoe breed de bovenkant is en daar stik je dan naar de bodem. Dus het gastendoekje vond ik zelf heel makkelijk, want hier zit dus een lusje aan en ik heb een oud lusje van een spijkerbroek afgehaald en die ga ik dus even kijken hoe ik het doe. Ik pak heel eventjes de clipjes erbij. Ik pak het clipje, ik clip dit er aan zodat je weet van oh ja, dit zit er toch aan, dus altijd makkelijk. En als je een labeltje hebt of wat je ook wil, die naai je hier dus aan deze kant vast. Even weer een speldje pakken. Met je naaimachine. En het mooiste vind ik wel als ik de letters naar boven krijg, dus andersom. Dan pak je je clipje, je haalt het lusje erdoor en dan moet ik het aan deze kant doen, want dan zie je ook die letters. En zo, als je het nog kan zien, want ik moet het even loshalen. En zo heb je dan je binnentasje. Kijk, dan wordt de tas ook niet echt zwaarder van een dun doekje en ik vind hem ook wel heel erg leuk. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Als je de binnentas klaar hebt, dan leg je die met de goede kant naar binnen in je tas en dan kun je besluiten of je de hoeken nog vast wil maken. Dus die punten van de, krijg het even kijken of ik het kan uitzoomen. De punten, momentje hoor. Kijk, dit zijn die punten die omhoog lopen. Daar kan je besluiten om je, ja, ik heb een gastendoekje. Je kan gewoon een stofje pakken, iets wat er leuk bij past. Je hoeft hem niet te voeren als je niet wil. Maar ja, ik vind het wel fijn om een tas te hebben waar je zo leuk naar binnen kijkt met een leuke voering. Deze punten hier kan je de hengsels aan maken, dus als je dit zo hier vast maakt met je naaimachine natuurlijk, want anders zakt die tas naar binnen, dan kun je of ringetjes erin laten slaan bij de schoenmaker of misschien wel bij een hobbyzaak. En dan doe je deze clipjes aan je tas. Dus aan die punten, hier komen die hoge punten, daar komen de clipjes aan en dat doe je ook aan de andere kant. Dus ik moet nog een gaatje maken hierin en dan kan ik of nog met een ring ertussen doen of gewoon rechtstreeks deze sluiting eraan zetten. En dan gaan we hieraan nu de hengsels haken en dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! We gaan nu aan het clipje het garen haken. Je maakt dus een
opzetlus. We gaan nu het hengsel haken. Kijk, hier heb ik al het hengsel af. En we haken het gewoon aan het clipje vast. Dus je hebt nodig, even dit wegleggen, een clipje, of tenminste vier clipjes, een opzetlus. Daar beginnen we mee. En je zet je haaknaald door het, de opening heen. En dan haal je je draad op. En je maakt omslaan. En je maakt een, ja, dan een vaste eigenlijk, hè. Om het clipje heen maak je een vaste. Kijk, dan zit hij goed vast. Dan ga je weer je haaknaald erin en je haalt door. En je haalt weer door twee lussen. Haaknaald erin, draad ophalen, omslaan en door twee lussen. Haaknaald erin, omslaan en je gaat door twee lussen. Haaknaald erin, draad ophalen, omslaan en door twee lussen. En dit doe je zo breed als dat je clipje is. En dan ga je met 3 omhoog en ga je daar stokjes in haken. Ik doe er nog eentje. Dan ga ik 3 lossen maken. 1, 2, 3. En dan is het net als een haakwerkje. Je keert je werk. En dan ga je hier stokjes op maken. Dus je slaat om. En je gaat in de eerste opening. En het is natuurlijk, de eerste steken zijn altijd het lastigst. Daar ga je een stokje op maken. Zie je? En dan ga je weer met 3 lossen omhoog en dan ga je de hele tijd stokjes haken. En het haakje 60 centimeter, zo lang is je band. Dus ik zie je terug, tot zo! De hengsels van de tas die heb ik rechtstreeks aan het clipje gehaakt. En ik heb deze ongeveer 60 centimeter gehaakt. En ik zal zo voordoen hoe ik het aan het clipje heb gehaakt. En dan haak je 60 centimeter is je hengsel. En dat is in inch, dus het is 60 centimeter. En het is 24 inch. Dat is de lengte van je hengsel. Als je je hengsel klaar hebt, 60 centimeter of 24 inch, dan pak je weer je clipje erbij. En we gaan in het begin, gaan we dit clipje meteen weer aanhaken. Dus we steken nu de naald door het clipje heen en we pakken de draad op en we halen hem
door de lus. En nu ga je eigenlijk vaste maken, dus je haakt eerst in de eerste steek, dan ga je achter het clipje langs. Het is een beetje lastig voor te doen, maar het werkt wel. En omslaan door 2. Dus je steekt in, je gaat met je haaknaald door je clipje, je haalt je draad op en je maakt een omslag en je maakt een vaste. Zie je? Dus je pakt iedere keer een steek op, je gaat door je clipje en je haalt door, omslaan door 2. Ik heb toevallig de draad hier doorheen. Je pakt je volgende steek. En dat is deze steek. Je gaat door het clipje, je haalt je draad op, omslaan door 2. Dus zo eindig je, en ik kan nu niet de draad afknippen, maar zo eindig je je hengsel. En dan ben je klaar met je hengsels. Kijk, ik maak dit dadelijk nog even af en dan zie je zo het resultaat. Tot zo! Als je klaar bent met de hengsels, dan klip je ze vast aan het puntje van je tas. Ik heb er nog een heel leuk sierrandje aangehaakt met 7 stokjes, toen 3 stokjes overgeslagen en weer in de vierde steek 7 stokjes. En ik zou zeggen, dit was de granny tas. Hij was echt heel leuk om te maken. Je kan hem ook met verschillende kleurtjes haken, dan zie je nog mooier eigenlijk ja, dat het een punt wordt van de tas. En ook met dikke garen, als je maar de haaknaald aanpast. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken, graag abonneren, hieronder op mijn foto klikken en tot de volgende video. Tot ziens!